Dit is het Skyline TV nieuws van dinsdag 16 juni met vandaag 4 Uden Sportief terug van weg geweest. Maar eerst nieuws over een mogelijk nieuwe gemeente. Want het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden wil één grote groene Maashorst gemeente vormen samen met de gemeente Landert en Bernhezen. De nieuwe gemeente zal bestaan uit maximaal 85.000 inwoners, verspreid over 11 kernen. Het college vraagt de raad om een opdracht te geven in gesprek te gaan met de gemeenten Landert en Bernhezen. Na 25 jaar was 4 Uden Sportief het afgelopen weekend terug van weg geweest. Sport en amusement wisselden elkaar af in en rond het Udense Sportpark. Aan wethouder Ben Tuithof de vraag wat hij van het evenement vond. Nou ja, ik vind het fantastisch. Het is ontzettend gedurfd, hè? Want 4 Uden Sportief was een volledig bedrijf. Ja, in omvang en ambitie die ze hadden. En als ik dan kijk dat deze mensen de moed gehad hebben om zoiets groots aan te pakken, nou, dat verdient al alle eer. En als ik dan kijk, wat voor Uden Sportief in het verleden eigenlijk de grootste risico's, was eigenlijk altijd weer nooit over de bereidheid van de deelnemers, van de sportverenigingen. En ik heb goede hoop dat om 1 uur het weer opentrekt. En dan hoop ik dat het een groot succes wordt voor de organisatie. Het weer komt goed. Ja, maar het weer komt goed. Ik hoorde net iemand van jullie zeggen van het is ook goed voor jongeren dat ze gaan sporten. Was u dat toevallig? Of? Ja, dat is toevallig. Ja, toevallig. Ja. Zit dat in mijn portefeuille. Ja. Nou ja, goed, weet je, Bart, er zijn zoveel uitdagingen voor de jeugd tegenwoordig. En dat zit vaak op 40, 50 centimeter van hun vandaan. Nou goed, hoe gaan wij met z'n allen, en evenementen is daar een uitstekende gelegenheid voor, om te zorgen dat die kinderen uitgedaagd worden om naar accommodaties te gaan, om te gaan sporten, sociaal samen te zijn, denken aan gezondheid. Want dat zijn allemaal zaken waar we eigenlijk de baas moeten leggen bij de jeugd. En daarom is het ook goed dat de Uden Sportief, want bijna veel verenigingen laten zich zien hier, hè? Ja, nou ik denk dat de bereidheid heel erg groot is. Ja, het is heel jammer dat het gelijktijdig komt met een aantal grote projecten die wij in de ambitie van Uden gestart zijn. Hè, waaronder het kunstgrasproject bij de hockeyclub, bij de voetbalclub. Het tennis heeft ook aangegeven heel graag te hadden willen meedoen. Echter konden zij de datum niet beïnvloeden vanwege de kalender van de KNLTB. Maar die hebben zeker toegezegd om volgend jaar volop mee te doen. En daar eigenlijk ook een topsportevenement of topspelers uit te nodigen. Ja, en u bent hier nou 2 dagen te vinden ook? Ik ben hier ongetwijfeld te vinden, ja. Ik denk dat ik me hier ongetwijfeld wel goed zal gaan vermaken. Ook loco-burgemeester René Pereboom was blij met de herstart van 4 Uden Sportief. Ja, zoals Cor en Ben ook al hebben gezegd, het is fantastisch dat het terug is. Het is een evenement waar ik ook hele goede herinneringen aan heb. En die goede herinneringen, dat kwam gisteren al op toen ik hier een keer rondreed. Maar vandaag natuurlijk helemaal, met kriebels in mijn buik, denken we terug aan vroeger. En ik heb zojuist ook al gezegd, ja, dat gun ik mijn kinderen ook. Dus ik vind het fantastisch dat het terug is. Ja, waar kwam u nou voor toen 4 Uden Sportief in de jaren 70 en 80? Voor artiest of waarvoor? Nou, vooral ook voor de sport. Ja. Ik weet nog wel dat het crossen ontzettend leuk was. Vooral het verspringen. Maar ook gewoon de kennismaking met veel sporten. En daarna de amusement met de artiesten. En ook de zaterdagavond hier, dat was toch altijd wel heel gezellig om dat met je vrienden te vieren. Oud-Udenaar Ernie Stewart was eveneens aanwezig. De huidige directeur voetbalzaken van AZ bewaart goede herinneringen aan 4 Uden Sportief in zijn jonge Udense jaren. Nou, ik zat in de auto hier naartoe, want ik woon tegenwoordig in Haarlem. En ik zat dus te bedenken dat het 25, 30 jaar geleden was voor mezelf dat ik hier rond kon en mocht lopen. Ah, en ik moet zeggen, dat waren echt hele leuke tijden. Sowieso als het weer. En vanmiddag gaat dat geloof ik omslaan, maar in de zin van goed weer. Dat ik hier rondliep en alle sporten ging bekijken. Later zelfs ook nog een paar keer meegedaan met bij het voetballen. Ah, dat geeft wel bepaalde herinneringen. Het is echt ontzettend leuk dat dit weer georganiseerd is. Helaas was de publieke belangstelling niet overweldigend. Ondanks het feit dat de organisatie haar zaakjes goed voor elkaar had. Al jaren organiseert wijkvereniging Veghel Zuid in de maand juni een zeskamp. Op de zaterdag voor de jeugd en op zondag voor de senioren.
De organisatie kan ieder jaar op veel deelnemers rekenen. Ik vind het een heel mooi initiatief en het wordt ook ieder jaar goed bezocht. En ja, we hebben altijd geluk met weer. En ja, het is toch een mooie activiteit in de gemeente Veghel sowieso. Het is voor heel Veghel en omstreken, dus iedereen kan meedoen. Dus, Ja, want dat begreep ik net. Het is niet alleen maar mensen hier uit de buurt, maar al zou je uit Zijtaart eerder waar dan ook vandaan komen, iedereen kan meedoen. Dat kan, ja. We hebben ooit mensen gehad die zijn verhuisd naar Tilburg toe. Die hebben daar een team bij elkaar gezocht en die zijn hier naartoe gekomen voor de zeskamp. Dus ja, het kan. Nu gaat u weg, maar dan heb je natuurlijk ook weer andere mensen nodig. Zijn jullie op zoek naar nieuwe mensen? We zijn drastisch op zoek naar nieuwe mensen, ja. We zijn aan het flyeren, we hebben in het wijkboekje alles ingezet. Dus ja, er zijn dringend nieuwe mensen op zoek om aan te melden om te komen helpen. Als mensen nu denken van, goh, dat lijkt me ook nog wel leuk om mee te doen met de zeskamp, waar kunnen ze terecht? Kunnen ze op de website van Veghel Zuid terecht. En ja, we hebben heel wat mensen nodig, dus laat de mensen horen. De deelnemers hadden het in Veghel Zuid met allerlei waterspelletjes goed naar hun zin. Ja, leuk. Vooral heel gezellig om gezellig met je vrienden een leuke dag te hebben samen. En toch wel een beetje competitief om te kijken hoe dat je kan eindigen. Ja. Hoe zijn jullie al ooit hoog geëindigd in de afgelopen tijd? Ja, de afgelopen 5 jaar zijn we 3 keer gewonnen en 2 keer 2. Dus we doen het redelijk goed, maar dit jaar... Dit jaar gaat iets minder goed. Hoe komt het? Ik heb geen idee. Normaal beginnen we met een kater. Nu begonnen we goed. Heel fit, dus dat is denk ik toch een slechte voorbode. De Middenpeelweg onder Zeeland was maandagmiddag enige tijd gestremd door een gekantelde vrachtwagen die soja vervoerde. Door nog onbekende oorzaak verloor de chauffeur op de rotonde de macht over het stuur. Er raakte niemand gewond. De weg was in de richting Uden enkele uren gestremd voordat de vrachtwagen weer door een bergingsbedrijf was rechtgetakeld. Omdat het aantal vluchtelingen toeneemt en de problemen complexer worden en tegelijkertijd de subsidie is gedaald, heeft Vluchtelingenwerk Veghel de gemeente om extra subsidie gevraagd. Het college heeft daarmee inmiddels ingestemd. Het aantal vluchtelingen in Veghel is dit jaar met 10 toegenomen tot 64. En de verwachting is dat de stijging van het aantal vluchtelingen in 2016 doorzet. De Heilig Hartparochie in Veghel vierde zondag een bescheiden feestje. Niet alleen vanwege het 60-jarig bestaan van de parochie. Ook pastoor Groot Zevert werd in de bloemetjes gezet vanwege zijn 25-jarig jubileum als voorganger. Na de eucharistieviering kwamen veel parochianen langs om hem daarmee te feliciteren. En Veghel inhoudt dat in de laatste week van de schoolvakantie voor de basisschooljeugd wordt gehouden, is nog niet helemaal uitverkocht. In wijkgebouw De Spil in de Bunders kunnen zaterdag nog kaartjes worden gekocht voor het bouwdorp. Wie nog een kaartje wil bemachtigen, moet zaterdag tussen 2 en 4 uur bij De Spil zijn. Woensdag overdag zijn er zonnige perioden. Het KNMI verwacht een middagtemperatuur van circa 22 graden. En tot zover het Skyline TV nieuws. Deze uitzending wordt ieder uur herhaald en woensdagavond om 7 uur is er weer een nieuwe uitzending. Tot de volgende keer.